dan de snelheid van Mulemo. Ja, had die bal meteen voor de goal moeten leggen. Nu Jovanovic met ruimte om te schieten. Ja, dit was een driekwart kans voor Standaard. Minder dan 10 minuten zijn we van de rust af. Maar Standaard blijft het bijzonder moeilijk hebben om echt aan aanvallen toe te komen. Bergen zet hoog druk op de verdediging. En de thuisploeg weet zich daar echt geen raad mee. Hier toch weer halve dreiging nog eens van Jovanovic. Een minuut of 6-7 nog tot aan de rust. Hoekschop voor Bergen. En die Bombe daar hinderlijk in de buurt van Espinoza. En dan een vrije kopkans. Voor Nikijzen is het. Je gaat er maar net over. De laatste minuut van de eerste helft loopt bij deze hoekschop voor Standaard. Jovanovic neemt hem. Dante. Fellaini. En dan Mbokani. In het dak van het doel. De grootste dreiging van Standaard in deze eerste helft. Die er zo goed als op zit. Standaard dat het heel moeilijk heeft om in het spel te komen. Dat heeft te maken met Bergen dat hoog stoort en fel stoort. Maar ook mogelijk met die midweekmatch tegen Gent. Nikijzen. Cordaro. En daar is Daman in de armen van Espinoza. In de toegevoegde tijd nog van de eerste helft. Witzel. Gorreu. Wilde doorkoppen. Jovanovic. Dat is een goede bal op Witzel. Witzel de actie en het schot. En die bal op de paal. En dan Fellaini nog eens op de paal. Ongelooflijk. En dan scoort Mbokani. Wat is dit een vreemd doelpunt. En de vlag. De vlag omhoog. Dus het telt niet. Nog eens kijken. Hier trapt Witzel. Dan staan ze daar met z'n drieën buiten spel. Bal komt terug van de paal. En dan Fellaini op de paal. En dan is het nu zeker buitenspel van Mbokani ook. Terecht afgekeurd dat doelpunt. Marcos Gorreu. Dat is goed. Witzel in de ruimte daar. Gorreu, Standaard dat veel beter uit de kleedkamer is gekomen. En dan is het weer buitenspel zeker. Nee, er wordt niet gevlacht nu. En Mbokani heeft dus gescoord. Eerst lukte dat niet voor Jovanovic. Maar nu staat Standaard dan toch op voorsprong. 8 minuten ver in de tweede helft. En ja, het is een beetje een herhaling dus van wat er op Westerlo is gebeurd. Een week of 3 geleden. Ook toen een moeilijke eerste helft en een hele sterke tweede helft. Witzel die teruglegt. Gorreu met de voorzet. Jovanovic en dan is het net geen buitenspel van Mbokani. Op gelijke hoogte met Nibombe. En dus is dit doelpunt wel geldig. En staat Standaard nu terecht op voorsprong. 25 minuten ver in de tweede helft. Na het doelpunt van Standaard is het een beetje rommelig geworden aan beide kanten. En Witzel legt die bal nu net over de lat in het dak van het doel. Veel doelgevaar krijgen we niet meer. Bergen heeft een tijdje geprobeerd een vuist te maken, maar echt veel dreiging is daar niet van gekomen. Witzel. Kijk eens. Ja, nog steeds weet hij die bal daar min of meer vast te houden. En Mbokani, Witzel lijst alle ballen op. Fellaini, trappen moet hij doen. Ja, goede trap. Bijna een half uur ver en Standaard drukt weer even door. En dan komen er meteen ook wat kansen van. Rage. Dante. Mulemo. Dante. Dat is knap van Mulemo. Dante. Oh, heel knap wat hij daar doet. Met die kenmerkende nonchalance. Wat doet Jovanovic? Hij zoekt naar ruimte voor het schot. En dan moet hij scoren, Gorreu. En dat doet hij. En nu lijkt de wedstrijd beslist. 13 minuten voor tijd. 2-0. En voor Gorreu is dat het eerste doelpunt in de competitie. Voor Standaard. De belofte international. En Preud'homme weet ook dat het nu zo goed als binnen is. Jovanovic op zoek naar de ruimte voor het schot, maar die kwam er maar niet.
En dan op gelukkige wijze die bal voor de voeten van Goreu. En die loopt niet buitenspel. Dus is het volkomen terecht. 2-0 voor Standaard.